Ik wil dat serieus naar mij geluisterd wordt. Ik wil mee kunnen beslissen over mijn behandeling. Het gaat namelijk over mijn lichaam en ik wil niet iets doen waar ik niet achter sta. Ook heb ik behoefte aan duidelijke uitleg over mogelijke scenario's. Een 18-jarige als ik zal namelijk nooit alle termen snappen die een arts doorgaans gebruikt. Oudere kinderen op de kinderafdeling hebben hier ook behoefte aan. Zij hebben immers ook wel echt wel besef van hun eigen lichaam. Ook zou het fijn zijn als er niet direct bij 18 een lijn wordt getrokken. 18-jarigen hebben namelijk alsnog behoefte aan hulp, ondersteuning en begeleiding. Ik heb altijd goede en duidelijke uitleg gehad van mijn kinderarts en volwassenarts. Wel vond ik de gesprekken in het volwassen ziekenhuis zakelijker overkomen. Hierdoor werd er minder gevraagd naar mijn persoonlijke leven, zoals school of hobby's. Dit hangt natuurlijk ook van de patiënten zelf af, dus ik zou zeker aanraden om hier in gesprek over te gaan. Wat voor mijn transitie heel belangrijk was, was een vast en laagdrempelig aanspreekpunt. Voor mij was dit de verpleegkundige specialist. Zij was heel toegankelijk en ze kon op allerlei vlakken, zowel medisch, praktisch als persoonlijk, echt een overbruggende rol spelen. Daarnaast was het fijn geweest als mijn transitie ruimschoots van tevoren was aangekondigd en als ik vervolgens een warme overdracht had gehad, waarbij zowel mijn kinderarts als mijn nieuwe volwassenarts aanwezig waren. Gelukkig is een transitie veel meer dan alleen slechts één kennismakingsgesprek en gaat het juist meer om de hele opvang daarna. En juist hierin was dat vaste en laagdrempelige aanspreekpunt heel belangrijk, omdat ik merkte dat er echt de tijd en moeite voor mij werd genomen om me te laten wennen, waardoor ik me ook sneller op mijn gemak ging voelen. Ik vind het belangrijk dat als mijn volwassenarts en mijn kinderarts over mijn situatie als patiënt spreken, ik daarvan op de hoogte word gebracht. Daarnaast vind ik het belangrijk dat zelfstandigheid aan bod komt. Zo was het in mijn tijd als kind zo dat ik in iedere patiëntenbrief daar een nieuwe status over las. Zo kan je aandacht geven aan zelfstandigheid en je kunt hiervoor ook de Ready Steady Go-lijst gebruiken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat als ik bij de volwassenarts kom, ik in ieder geval de mogelijkheid heb om mijn ouders mee te nemen bij de eerste consulten. Natuurlijk hoeft niet het hele consult mijn vader of moeder erbij te zijn, maar weer mijn ouders in eerste instantie niet. Hun rol verandert vanzelf wel naarmate ik ouder word. Ik zou het erg fijn vinden als er tijdens mijn consult ook aandacht is voor zaken los van mijn ziekte. Het is voor mij namelijk belangrijk om dingen te bespreken die op dit moment spelen of die belangrijk zijn op mijn leeftijd. Mijn leven is namelijk meer dan mijn ziekte en ik ben meer dan mijn ziekte. Neem ons zo snel mogelijk mee in de keuze of we een hoesje of een narcose willen bij de scopie. Want het heeft allebei voordelen en nadelen. Maak ons niet bang voor een hoesje, want ik denk dat we prima zelf onze afweging kunnen maken. Ik zou het daarnaast fijn vinden om regelmatig geattendeerd te worden op de mogelijke psychologische ondersteuning, de diëtiste of andere hulp die ik kan krijgen. Hierdoor blijf ik constant bezig met mijn eigen zorgplan en blijf ik hier actief mee bezig. Voeding is van groot belang voor ons. En persoonlijk ben ik pas na jaren voor het eerst naar een diëtist geweest en het heeft me super erg geholpen. Dus maak het gaan naar een diëtist onderdeel van het behandelplan. U als arts en wij als patiënt, we hebben allemaal te maken met een drukke agenda. Met school, met werk, met sporten. Daarom lijkt het voor ons heel fijn als de afspraken verder dan 2 maanden gepland kunnen worden. En dat er vooral ook rekening wordt gehouden met afspraken die wij al hebben. Zo is het voor u als arts makkelijker en voor onze patiënt ook een stuk makkelijker. Om het allemaal wat soepeler te maken, lijkt het ons daarom een goed idee om meer gebruik te maken van e-consults en belafspraken. Zo kunnen we even snel tussen ons werk en school door even bellen met de arts. En zelf vond ik dat heel erg fijn dat ik gewoon even snel kon zeggen wat ik wilde. En de arts ook even kon zeggen wat hij vond. En dan hadden we dat weer gehad. Toen hoefde ik niet naar het ziekenhuis te komen en de arts kon veel meer belafspraken achter elkaar doen. Dat scheelt een hoop tijd. En laten we eerlijk zijn, vooral in deze tijd kunnen we veel meer met de techniek doen. En zeker in de ziekenhuizen is daar heel veel rek voor.